We gaan tonen wat dat onze verschillende bindingsproducten zijn in ons gamma. En we starten met de blanke roux. Dus een blanke roux, dat is een mengeling van bloem en vetstof. Voilà. We gaan daar een witte saus mee maken. Hoe gaan we ons werk? Dus we brengen onze melk aan de kook. En dan gaan we zien dat de roux eigenlijk een instant oplosbaar is. Dus dat product kan je gewoon aan kokende melk of kokende vloeistof gaan toevoegen en dan terug aan de kook brengen. Het belangrijke hier is dat we eigenlijk een roux ongeveer een tiental minuten moeten laten koken. En dan krijgen we eigenlijk onze perfecte binding. En dan ga je ook zien dat die binding een beetje een matte binding geeft. Wat is het rendement van de roux? Wel, we gaan roux gaan toevoegen. Uiteraard, wij geven een indicatie op de verpakking en dat ligt tussen de 60 en de 90 gram. Waar dat we 60 gram gaan gebruiken voor soepen en 90 gram gaan gebruiken voor sauzen. Dus ook na de bereiding gaan we zien dat de roux ook een mooie neutrale smaak heeft. Dus zonder bloemsmaak bijvoorbeeld. Voilà. Dus ondertussen zien we hier dat mijn roux mooi gekookt heeft. En dan kunnen jullie zien dat we hier een perfect romige binding hebben. Maïzena Express, dus de naam zegt het al zelf, Express, dat wil zeggen ook een instant binding, net zoals onze roux. Dus we kunnen dat toevoegen aan kokende melk of eender welke andere vloeistof. En dan terug aan de kook brengen. En hier is de kooktijd een beetje korter. 1 minuutje laten koken en de binding is dan perfect in orde. Dus hier zien we na 1 minuut kooktijd dat we hier een mooie egale binding krijgen, die daarbovenop ook nog eens een keer neutraal van smaak is. Die is een beetje meer blinkend dan onze roux. Het rendement van het product, zoals op de verpakking staat, is 100 gram de liter voor een saus. Voor een soep kunnen we uiteraard minder gaan, naar 60, 70 gram per liter. Geeft een mooie, egale binding, zonder klonters, net zoals bij de roux. Voilà, derde product in ons gamma, de Mont d'Amin. Een beetje een andere binder, gemaakt uit 100% maïszetmeel. Hier zijn er twee manieren voor te werken. Ofwel wanneer dat we kleine hoeveelheden doen, dan doen we gewoon de Mont d'Amin koud in onze vloeistof en we brengen dat al roerend aan de kook. Maar meestal gaan we werken zoals de grootmoeder vroeger en gaan we starten met ongeveer 20% koude melk. Gaan we daar de Mont d'Amin in oplossen. En dan gaan we dat toevoegen aan onze warme of kokende melk. Het voordeel van Mont d'Amin is dat we hier eigenlijk niet de kooktemperatuur moeten bereiken om een mooie binding te krijgen. Maar dit begint reeds te binden vanaf 85 graden Celsius. En dat geeft dan ook een heel mooie binding, een blinkende binding die dat toch wel heel romig is. En die dat ook neutraal van smaak is. We zien hier ook direct dat we hier geen kooktijd nodig hebben. En wat betreft rendement zitten we hier ongeveer rond de 40 à 50 gram per liter voor een saus. En uiteraard voor een soep rond de 20, 30 gram. Ook een mooie klontervrije binding zoals u kan zien. Oké, het vierde product in de rij, onze instant binder. Een product dat ook, zoals de naam het al zegt, kan toegevoegd worden aan kokende vloeistof. Dus instant oplosbaar, die we aan de kook gaan brengen dan en die we ongeveer 1 minuutje gaan moeten laten koken om de perfecte binding te verkrijgen. Het geeft dan ook een mooie glanzende binding, neutraal van smaak. En het rendement ligt ongeveer rond de 100 gram per liter voor een saus. Uiteraard, voor soep gaan we naar 70 à 80 gram per liter.
Zoals we zien hebben we een mooie klontervrije binding. Volgend product, dat is Binder Plus. Hoe gaan we met Binder Plus aan het werk? Het is ook in poedervorm. Het is niet instant oplosbaar, dus we gaan dat toevoegen aan, ofwel aan koude melk of vloeistof, ofwel aan een, zoals hier, aan een lauwe vloeistof tot een maximum van ongeveer 80 graden. En dan eigenlijk al kokend gaan oplossen. Wat ook een mogelijkheid is om eigenlijk op dezelfde manier te werken zoals bij een mondamijn, maïszetmeel, en dit op voorhand op te gaan lossen in koude vloeistof en dan aan de kokende massa gaan toe te voegen. Dit product heeft ongeveer 2 minuten nodig om zo'n volledige binding te geven. Dat wil zeggen, we brengen het aan de kook en we laten het 2 minuten koken. En dit geeft een binding die eigenlijk een beetje ligt tussen de matte binding van een roux en de blinkende binding van een maïzena express. We hebben hier ongeveer een 80 gram de liter voor nodig voor een saus en een 40 à 50 gram per liter voor soep. Het product is eigenlijk ook speciaal ontwikkeld om garnaal en kaaskroketten mee te gaan maken, en dan hebben we ongeveer voor een 35-tal garnaal- en kaaskroketten van een 80-85 grammen hebben we 600 gram product op de volledige bereiding nodig. Voilà, we zijn nu 2 minuutjes verder en dan kunnen we zien dat we hier een hele mooie egale binding krijgen. Volledig uiteraard klonter vrij. De laatste binder in het gamma, dat is de koude binder, of moeten we soms zeggen ook multifunctionele binder, want deze binder kunnen we op 2 manieren gaan gebruiken. De eerste manier is, zoals de naam het zegt, koud, en die gaan we dan koud oplossen in eender welke vloeistof en ongeveer een 5-tal minuten laten rusten om een mooie binding te verkrijgen, en die kan dan achteraf gebruikt worden eigenlijk om over een stukje vlees of vis te naperen om terug te gaan opwarmen. De tweede manier is uiteraard warm, en dan gaan we zorgen dat de temperatuur eigenlijk niet hoger gaat dan een 80-tal graden. Voilà, dat lost ook perfect op dan. En dan brengen we dat aan de kook en dat heeft eigenlijk meteen zijn binding af. Het rendement van het product situeert zich rond de 25 à 50 gram de liter naar gelang de vereiste binding. Dus 50 gram is meer voor sauzen, 25, 30 gram meer voor de soepen. We zien hier de 2 bindingen. Eén keer koud opgelost, een mooie egale binding, en hier warm, net hetzelfde, ook een mooie egale binding. Voilà, we gaan nu 6 keer dezelfde saus maken om te tonen hoe dat mooi napeert op bijvoorbeeld een stukje kippenfilet. Dus ik heb hier een bruine fond, daar gaan we een beetje pepermix aan toevoegen. We gaan daar room aan toevoegen. We gaan een peperroomsaus maken. En dat gaan we dan binden, in dit geval met onze roux. Voilà. Dus we brengen dat aan de kook. De binding is hier, we zeiden er straks al in het eerste gedeelte, een binding tussen de 60 en de 90 gram. 60 gram voor saus, voor soep, en 90 gram voor saus. Nu, de dikte van de saus, dan maak je zelf zoveel als dat je wenst. Hè. Voilà, de saus is klaar en dan gaan we dat mooi naperen over onze kippenfilet. Voilà. Een mooie, egale saus. Voilà, de tweede saus is ondertussen gemaakt. En dat is op basis van onze maïzena
expres en we zien, het geeft ook een heel mooie naperende saus. Voilà, de derde saus. Deze keer met de instant binder. Voilà, en wederom een prachtig resultaat. Voilà, voor de volgende saus gaan we terug eventjes tonen hoe dat we werken. Want we gaan hier werken met de mont d'amijn. Dat vraagt toch wel een andere manier van werken. Dus we hebben hier onze fond, room en pepermix bijeengedaan. En dan hebben we hier de mont d'amijn die dat we gaan oplossen met een beetje koud water. Voilà. En dan gaan we dit al roerend toevoegen aan onze saus. Om al dus een mooie binding te verkrijgen. Voilà. Nog een klein beetje. Voilà. Zoals we zien hoeft dat niet gekookt te worden. En hebben we eigenlijk direct onze binding al reeds vanaf 85 graden Celsius. We naperen er de kippenfilet mee. En zoals we zien hebben we wederom een hele mooie gebonden saus. Voilà, de volgende saus is gemaakt met een Binder Plus, waar dan we van weten dat we deze moeten oplossen in een lauwe saus. We gaan die naperen over de kippenfilet, wederom. En dan zien we dat we ook weer al een mooie, napeerbare, gladde saus hebben. Voilà, de laatste saus hier, gebonden met de koude binder. In dit geval opgelost in een vloeistof van 85 graden Celsius, zodanig dat we een mooie gebonden saus krijgen. Dus we hebben nu net 6 sausen gezien, allemaal gebonden met een van onze verschillende binders. En we zijn gestart met de Blanke Roux en de Maizena Express, waar dat we getoond hebben dat we die kunnen oplossen in een kokende massa, net zoals onze instant binder. De mont d'amijn is een beetje een andere manier van werken, waar dat we eigenlijk onze mont d'amijn gaan oplossen in een beetje water en dan toevoegen aan onze kokende massa. En bij de koude binder en de Binder Plus moeten we ook opletten, want daar is de temperatuur maximaal 80 graden Celsius. En de koude binder kan uiteraard ook opgelost worden in een koude massa. Ook zijn al deze binders stabiel in de bain-marie, zuur stabiel en op te warmen na afkoeling in de microgolfoven. Ook wanneer men deze in de diepvriezer heeft gestoken, kan men ze perfect al roerend terug opwarmen en komt de oorspronkelijke binding terug tevoorschijn. Voilà, hiermee hebben we laten zien dat we eigenlijk een oplossing hebben voor elke bereiding in jullie keuken.